Luc, allereerst van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Afgelopen vrijdag mocht je weer 90 minuten staan. Hoe was het voor jou? Een zwaar, maar heel mooi potje. Weer leuk en lekker om minuten te krijgen. En, zo zitten een paar spelers hier achter de schermen. Zitten een beetje irritant te doen, maar heel mooi. Je hebt natuurlijk in de periode daarvoor was het een beetje op en af met blessures. Hoe was dat voor jou? Ja, frustrerend natuurlijk. Iedere keer weer half aanhaken met een groep en dan gaat het weer fout en dan val ik weer terug. En het was een beetje eigenlijk mijn eigen lichaam leren kennen eigenlijk. En dat kostte gewoon veel tijd. Dus dat was best wel frustrerend eigenlijk. Je kan nu al een aantal basisplaatsen achter elkaar noteren. Dat moet dan denk ik een goed gevoel geven. Ja, ik zit nu in een lekkere fase. Dus nu dit doorpakken en dan hopen dat het goed komt. Hoe kijk je in algehele zin terug op de wedstrijd van afgelopen vrijdag? Ja, we begonnen moeizaam natuurlijk. Na 2 minuten stonden we al 1-0 achter. Maar we pakken ons goed en we strijden er, zeg maar, met het team. Echt, en uiteindelijk gaat het met mij persoonlijk ook gewoon steeds beter en lekkerder. Dus dat is alleen maar goed. In de tweede helft had je nog een mooie rush. Ja, ik dacht, ik ga er gewoon voor. Ik dacht, fuck it, ik moet gewoon naar voren lopen. Maar uiteindelijk twijfelde ik een beetje wat ik moest doen. Het is niet echt iets met dingen, hè? Morgen wacht FC Eindhoven, een bekerwedstrijd. Dat zijn vaak hele bijzondere in het Radverlegstadion. Wat verwacht je voor wedstrijd? Ja, ik verwacht een beetje hetzelfde als tegen Jong PSV. Gewoon een wedstrijd die heet het op en neer, gaat op en neer. Dat is veel strijd. Zijn er dan al specifiek een aantal punten die de afgelopen dagen eigenlijk zijn meegenomen vanuit Jong PSV, waar we dan morgen extra op moeten letten? Ja, tegen Jong PSV was het vooral, zeg maar, echt die lange bal. Maar met de centrale verdedigers die Eindhoven heeft, dan moeten we meer, zeg maar, een optie voetballend vinden. En dat is wat we anders gaan doen. Heel succes morgen. Ja, stop, dankjewel.